We hebben net gebarbecued en ik heb nog een paar kolen die aan het smeulen zijn in de barbecue. Ik wil die restwarmte optimaal benutten, we laten niks verloren gaan. En daar ga ik eigenlijk een spitskool op leggen of een andere koolsoort. We gaan die bedekken met het deksel van een tagine of een omgedraaide bloempot, een terracotta bloempot. We bedekken die en nu gaan we dat om het kwartier de kwartslag draaien. Dat is eigenlijk alles wat we nog moeten doen. We laten die ook heel de nacht buiten op de barbecue liggen en morgen vroeg gaan we die eraf halen, fijn opsnijden en we serveren een koude salade van gegaarde spitskool. Mega lekker!